Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door GG Game Geeks. Vind je dit nou een leuke video en wil je nog meer zien van Callahan en andere series? Druk dan op het groene duimpje. Dankjewel. Hallo mensen! Daar zijn we weer! Woehoe. Ik kom maar van de wc af, hoor, jongen. Ik ga je niet meer slaan. Ik was een beetje boos de vorige keer, het spijt me. Nou, goed dan. Auw, auw, auw! Je moeder. Nou doe ik het niet meer. Nee, sorry. Oké, de vorige keer, hadden we niet heel veel gedaan volgens mij, maar goed. We gaan nou gewoon even kijken of we het huis af kunnen zetten, want we krijgen echt creepers over heel de dingen heen. Dat is niet normaal. Oh kijk, dit hebben we ook al mooi gedaan. Met die koeien, heel mooi dakje erop. We hebben zelfs een babytje, kijk. Kijk, hij is zo lief. Oh nee! Hij is zo lief! Kijk, hoe zijn oogjes. Oh, is hij lief. Wel een dikke kop. Ja, dat sowieso. Oké. Oh, is het. Oh, nee, dat is niks. Kijk, hier hebben we heel veel last van creepers iedere keer. Kijk, als ik hier nou eentje blokje wegsla. Zie je nou? Er ligt echt een heel gat onder. Van allerlei. Dus we gaan hem even afzetten. En hoe gaan we dat doen? Waar is mijn schep? Wie heeft mijn schep? Wat van dom, ik ben mijn schep kwijt. Ik heb mijn schep. Moet ik helemaal naar boven om iron te halen? Wat van dom. Shalali, shalala, shalali, shalala. Ja. Ja. Oké. De pompjes al weg. Ik zit te denken om een soort van gracht om ons huis heen te maken met een hek eromheen. En je bedoelt maar water helemaal? Ja. Kunnen we doen. Want dan gaan we gewoon hier 2 diep. En dan gooien we daar gewoon water in. Dan kunnen die, als er dan creepers of zombies of weet ik veel wat inkomen, dan kunnen ze er niet meer uit. Vooral spinnen. Want spinnen die komen natuurlijk op dat klote dak. En dan zet er gewoon een stromingje aan. Dat op het moment dat ze erin komen, dat ze ergens naartoe stromen. Dan doen we een gat in de muur en dan kunnen we ze slayen, krijgen we experience. Ja, zoiets inderdaad. Ja, dat vind ik wel goed. Dus als jij dan de Zit hier nou een cave onder? Hol? Oh, dit is ook nog van de creeper van de vorige keer. Ja, dat was een creeper, ja. Ja, dan bouwen wij altijd alleen maar de bovenkant dicht. Daar ziet niemand. Kut. Wat? Ik ben erin gevallen. Kom maar uit. Hier. Dank u. Excuses. Ik verslik me. Kan gebeuren. Stikzakjes. Gedood. Maar hier is er trouwens ook nog een deur van ons, hè? Dan doen we hier zo even zo. Zou die nog dieper moeten? Nee, denk ik niet. Ik denk het eigenlijk wel. Wow, 3 diep. Ja, dan kunnen we een brugje maken en dan kunnen we daar ook nog onderdoor lopen. En dan kunnen die zombies er ook onderdoor. Kijk, want nu kan niemand erin, zie je dat? Wacht. Als we dan zo doen. Ga er door. Eentje dieper. Ja. Even kijken. Mijn pickaxe is kapot. Maar ik heb er nog één bij. Oh, kut. Doe het dan. Noem ze voorbereiding. Oh, ik ben ook echt een homo. Ja, dat klopt. Drie fence gates nodig. Shelly. Nou heb ik dat nummer in mijn hoofd door jou. Ja, wie heeft dat gedaan? Jij. Oh. Lul. Homo. Even kijken. Ik heb al, toevallig heb ik al 111 fences gemaakt nu. Dus dan.
Kunnen we dat ook gebruiken? Dat is even voor de kijkers. Mochten jullie nog ideeën hebben of iets in wat wij anders moeten doen of iets wat we beter moeten doen, laat het dan eventjes weten. Want wij zijn best wel noob. Ik ben best wel noob. Ja, ik weet het. Ja. Ah. Ah, het is dat je het zelf zegt, hoor. Anders had jij het gedaan, hè? Ja. Nee, je ligt gewoon iron, joh. Of vol. Fix die, joh. En even 4 iron uit de grond. Zo. Een schaaf, joh. Denk ik dat ik aan het doen ben. Gooi jij nou dat brood op de grond? Nee, dat was ik niet. Oh, dat is ook een toeval. Ik kwam er in één keer een brood uit te gooien uit de grond. Hoe kan dat nou? Ja, hoe kan dat nou toch? Ik moet even kijken waar ik helemaal nog heen moet. We moeten ook om het tuintje heen, zeg maar. Zullen we om het meertje heen gaan? Ik kom dat we die cave, dat je de cave zeg maar ook als vrije... Even kijken hoor, wat bedoel je? Oh, hier helemaal omheen. Waar ben jij? Ja, bij het huis. Bij het huis, ja. Oh, wacht, deze moet trouwens blijven. Die moeten we wel even mooi doen, hè. Niet met dirt. Dat vind ik zo lelijk. We gaan er gewoon omheen. Kwijtschelen. Moeten we alleen wel... ja. Ja, zeker ja. Ja. Oeh. Het gaat trouwens wel lang duren voordat we die enderdragon hebben verslagen. Ja, je moet zwavel en de puls hebben. Ja, maar ik bedoel, we nemen heel veel de tijd voor alles. En dat is op zich wel fijn, vind ik zelf. Ja, weet je, ik wil sowieso goed voorbereid zijn erop. Dus het is niet zo dat ik daar met iron gear en helemaal niks geenchant daar zomaar naar binnen ga rushen. Sowieso niet. Oh, dan ben ik die koeien weer aan het verkrachten. Deze moet dicht blijven. Koeien verkrachten? Nee, ik verkracht geen koeien, zo bedoel ik het niet. Yo, rustig. Waar gaan we die... Zo. Oké, nou kunnen we, moeten we nog water gaan gooien. Ik heb 2 emmers. Ik heb er 1. Als jij die even... trouwens, het ligt een meer daar, hè, dus dat is helemaal niet ver. Oh, hoorde je dat? Ik hoorde Facebook, ja. Het wordt weer donker, joh. Ja. En ik lig in het water. Hij werkt al wel, want er ligt al een skeleton in. Ja. Dat ging snel. Hey, als jij die emmers van jou even aan mij geeft, dan ga ik al dat water wel doen. We eerst even slapen. Dat is ook goed. Slapen. Ik ga ze wel eerst even vullen hoor. You may not rest now, there are monsters nearby. Ja, die skeleton ligt daar links in de gracht. Auw. Kut, homo. Yo, ik maak wel een ding omhoog. Zo.
Oh, ging je slapen natuurlijk. Ja. Zo. Hé, hey, je ligt in mijn bed. Dat is niet waar. Ik jouw bed liggen. Yay. Een goedemorgen. Je hebt een pijl in je kop. Moet je maar eens... Druk maar eens op. Ik had vannacht nog even nogal een heftige... Ja. Ja? Een heftige vechtpartij. Zo. De hekje nou maar gewoon dicht. Jongens ook, bij het GW. Oh, stond ik in de weg net? Nee. Zo. La la la, ja la la. Hey, skeleton. Hallo, homo. Oh, weer. Oh, Enderman. Oh, nice. Kom maar aan. Mag gelijk pakken. Waar is die? Beneden. Waar beneden? Ik heb hem aangekeken, dus hij komt eraan. Oh, ik kijk hem ook al aan. Kut. Vorige keer ging het mis, hè, Mitch? Ja, hij poortte. Ja, dat komt goed. Ja, wie weet waar die heen teleportte? Ja, ik hoor hem al. Ja, hoor je hem? Ik hoorde hem. Ik hoorde zoek. Waar is die? Ik denk dat hij buiten staat. Was dit onze cave? Waar zit onze cave? Dit is onze cave, toch? Ja, dat is je cave. Moet ik die ook eens mooi dichtmaken? Of aha! Eens... Sorry. Dat we er maar via één kant in kunnen. Kut Enderman. Zo. Even kijken, dit is eigenlijk helemaal niet nodig. Miep. Zo. Ik hoor hem ook weer, die Enderman. De skeleton. Oh.
Wat is je nou? Ik hoor hem heel goed. Zo. Ik denk dat we heel eind zijn. Ik heb hem niet gevonden. Zo golft het allemaal een beetje. Hey, dat hebben wij mooi gedaan. Ik vind ook. Tot uitkijken waar je met water op douwt, jongen. Ik zal je emmertjes weer terugzetten. Is goed. Nee, ik heb nog eigen gevonden. Zo. Nou, dan is ons huis in ieder geval wel opgeknapt nou. Wat wou ik ook weer doen? Dan ben ik het weer vergeten. Ik moet alleen nog een dak op, vind ik. Wat zou ik nou doen? Voor de verder is denk ik dat die redelijk creeper safe is nou. Denk het ook wel. Als je nou eens een keer gewoon die deur dicht doet en het hek. Ja, ik was aan het wachten dat jij er kwam, want ik dacht dat jij er nog uit zou komen. Ah, je had gelijk. Spijt me. En hier zit onze cave, hier kan ook naar binnen. Ja, prima dit. Is wel leuk. Oh ja, nou ben ik het weer. Twee emmertjes water halen. Drie emmertjes pompen. De meisjes op de klompen. Dinges. Weet je wel. Even kijken, ik moet rust blijven. Zo. Muur. Zo. Ook nog een mooi boompje in de tuin. Ah, schitterende tuin hoor. We moeten alleen nog vissen vinden. Oh, wacht, sorry. ja. Ik vind alleen nog één ding echt fucking lelijk en dat is dit. Zo. Ja. Dat is een goeie. Ik denk dat we maar eens even... Ja, wat kunnen we doen, hè? Oh. We gaan gewoon... Gaan we de kever in? Ja, even kijken, wat kunnen we nog doen? Ja, ik kan nog een dak gaan maken op het huis misschien, maar dat is allemaal onzin, vind ik nou. Want ik denk dat we de volgende keer gewoon weer iemand uit gaan nodigen om mee te doen. En dan kan die aan het huis gaan werken en dan kunnen wij ondertussen spullen zoeken. Ja. Want we moeten echt diamond gaan zoeken. En we hebben nog wel eventjes wat iron nodig sowieso.
Ja, dat gaan we doen. Maar ja, dat gaan we de volgende keer weer doen. Ik denk dat we nou, ik weet niet hoe lang we, ik weet niet hoe lang we aan het opnemen zijn. Ja, 17 minuutjes zoiets. Ja, daarom. Dan gaan we de volgende keer verder en dan... ja, dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Ik zal deze nog even doen. En geef even een groen duimpje. Abonneer op GG Game Geeks. En graag tot de volgende keer. Houdoe.